We gaan het hebben over hoe je je persoonlijke records kan vernietigen. Let's go! Een personal record kan inhouden dat je sneller bent geworden, dat je sterker bent geworden, dat je een workout in een snellere tijd hebt gedaan. Het houdt gewoon in dat je beter bent dan vroeger. En de weg naar het behalen van al die doelen die je hebt kan soms erg complex zijn. Zo heb je verschillende manieren natuurlijk om je lichaam te prikkelen, om je lichaam progressief te belasten. Je hebt ook verschillende formats. Step loading, wave loading, variable loading. Uh, voor de fanatiekere sporters onder ons, die weten wel op een gegeven moment uh, om hun lichaam te prikkelen en uit te dagen. Maar er komt een moment dat je op een gegeven moment stagneert. Er komt een moment dat je op een gegeven moment flatlined. En dat gevoel, dat is wanneer je andere dingen uit de kast moet gaan halen. Voor die mensen die fanatiek zijn, die weten wat de Personal Record met je gemoedstoestand wil doen. Dat geeft je een goed gevoel, een kick. En het is een beloning op het harde werk wat je hebt gedaan. En wat ik zie is dat er gelijk gezocht wordt naar andere trainingsvariabelen, andere trainingsprikkels en methodieken. En dat er heel veel focus gaat naar het trainingsprogramma wat je volgt. En dat is de volgende vraag die je moet stellen: hoe zwaar leun ik op het trainingsschema? Hoe zwaar leun ik erop? Hoe uh, afhankelijk ben ik van het trainingsschema? Derek dat het dat me verder gaat brengen? En daar kan je jezelf een cijfer voor geven: 1 tot en met 10. 10 is heel veel, 1 is niks. Als dat een 7, 8, 9 is, dan is dat way too much. Ik ga je uitleggen waarom. We hebben 24 uur op een dag. We slapen 8 uur, werken 8 uur. En als je veel traint, dan ben je zeker 2 tot 3 uur bezig met eten. Dan nou, zitten we ongeveer op 19 uur, de resterende 5 uur. Twee uh, uur daarvan trainen we. Drie uur zitten we lekker te chillen thuis, Netflixen, filmpje kijken, noem maar op. Ja, twee uur trainen is een beetje een gemiddelde wat ik heb genomen. Kijk, ben je echt heel fanatiek? Ben je een pro-sporter, dan ga je al gaan naar vier uur toe. Ben je geen recreant-sporter, dan sport je gewoon een uurtje intensief in de, in de, in de sportschool. Dus ik heb een gemiddelde genomen van twee uur. Netto wat je aan het trainen bent. En als we dan het gemiddelde nemen van 2 uur op een dag trainen. Dan is dat 8,3% van je hele dagbesteding. Maar 8,3% van de dag. En ben je een prosporter dan ga je al gauw over de 4 uur heen. Nou dat is ongeveer 16% van je dagbesteding. Je training is absoluut de kick-off die alles op gang brengt. Maar niet de eindverantwoordelijke voor je resultaat. Zoals ik al zei is 2 uur training per dag ongeveer 8,3% van je totale dag. Dus de vraag is. Wat doe je dan met de resterende 91,7%? 91,7%. En dan kom ik weer terug op de vraag: hoeveel leun jij op die 8,3%? Wil ik niet zeggen dat het trainingsschema niet belangrijk is. Helemaal niet. Nogmaals, dat is de kick-off van alles. Maar wat doe je daarna? Die 91,7% bestaat uit slaap, voeding, werk en sociale activiteit. En wil je je game dus naar de next level brengen, dan zijn deze onderdelen nog belangrijker dan je trainingsschema. Maar dan moeten we wel even uitleggen hoe het dan werkt en hoe je het moet implementeren. Als we zien hoe we onze trainingsschema's benaderen, dan is dat vaak heel erg bewust. Je bent heel gefocust, je bereidt je voor, je leest je in. En dat zorgt ervoor dat de bewustwording heel groot is tijdens het uitvoeren van je trainingsschema. En als we kijken naar de elementen slaap, voeding, werk en sociale activiteiten. 9 van de 10 keer doen we dat onbewust, automatisch piloot. Je krijgt een belletje van je vriend en af je go. Je wordt wakker, put je tanden, gaat douchen, kleed je om en binnen een seconde weet je niet meer welke voet je als eerste je sokken hebt aangetrokken. Het gaat er dus om dat je bewust wordt van de activiteiten die 91,7% van je dag besteedt. Dat betekent dus dat je in kaart moet gaan brengen hoe je daarmee omgaat. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Nou bijvoorbeeld slaap. Een aantal. Momenten dat het belangrijk is hoe je je slaap kan monitoren. Ook simpelweg weer een cijfer geven. Bijvoorbeeld, hoe makkelijk val je in slaap? Uh, ben je onrustig in slaap? Uh, als je opstaat uit je slaap, ben je dan gelijk fit en vitaal of duurt het een half uur voordat je op gang kan komen? Dat zegt allemaal over je gemoedstoestand en dat is heel belangrijk om dat in kaart te brengen. En na slaap is voeding een van de belangrijkste elementen om goed te kunnen herstellen. Hetzelfde als met je trainingsschema. Je leest je in de dag ervoor wat je gaat doen, welke oefeningen je gaat doen. Je visualiseert hoe de training gaat lopen. Je voert de training uit, zorgt ervoor dat je techniek on point is. Zorgt ervoor dat je misschien nog een bepaalde coaching krijgt. Uh, na de training heb je misschien nog zelf gefilmd om te kijken wat er beter kan. Allemaal energie erin steekt dat het goed gebeurt. En dat allemaal voor die 8,3%. Voor die mensen die denken nu van, oh ja, Michael, die 91,7%. Ja, dan ga ik gelijk aan uh, beginnen. Ik ga uh, alles monitoren. Mijn werk, mijn slaap, mijn voeding. Uh, mijn sociale activiteiten moet ik on point krijgen. Ik wil alles perfect hebben. Wow, 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 rustig gaan. Eén ding tegelijkertijd. Als je op die plateau uh, zit, nogmaals, zoals ik in het begin zei. Als je daar zit en je merkt, ik heb geen progressie meer. Ik zie dat, het weinig, uh, dat ik weinig vooruitgang boek. Dan moet je kijken, dus de vraag stellen: hoe zwaar leun ik op het programma? En dat wil ik zeggen. Als je zegt, nou weet je, ik, ik, ik leun erop, maar ik vind de andere activiteiten die ik net heb benoemd, even belangrijk. En ik heb mijn focus op. Dan is dit bericht niet voor jou. Maar voor die mensen die nu zich aangesproken voelen of die denken van wow, ja, hey, ik leun heel zwaar op mijn trainingsschema, voor jullie is het. En als ik toch een advies mag geven over welke van de vier het meeste impact hebben op je records en PR's. Er zijn er eigenlijk twee: slaap en voeding. Dus om alles nog even samen te vatten, training zorgt ervoor dat alles in gang kan worden gezet om je doelen, records te halen. Slaap, voeding, werk en sociale activiteiten zorgen er uiteindelijk voor dat je positief kan adapteren. En als ik zeg dat je te verleunt op die 8,3% je training, je trainingsschema, dan wil ik niet te zeggen dat je minder gefocust uh, je trainingsschema moet gaan doen. Integendeel, je moet juist dezelfde focus en de intent geven in je training. Maar je moet meer energie en tijd vrijmaken voor de andere 91,7%. Heb je meer vragen over hoe je slaapvoeding en werkgerelateerde activiteiten kan optimaliseren? Laat een comment achter. En nogmaals, steek wat meer tijd in die 91,7%. Ciao!